van het einde. Ja, rij gewoon eens recht. Rij van het einde. Ja, 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 ja. We zijn bepimpeld. Ja, kijk. Je haalt hem ook gewoon echt. Wat een dramatische val. Mag trouwens de carbonizare pakken. Hoezo? Zodat het gelijk is. Je bedoelt de carbonizare? Ja, die ja. Oké, okay. Dus die gaan we gaan allemaal dezelfde pakken, zeg maar. Ja, ja. Heel cool. Goed, okay. Ja. Geen custom auto's? Nee, nee. Dat is wel zo eerlijk. Wel zo eerlijk, ja. Ja. Dat is wel zo, hé, hey, wat zie ik daar? Een Jester. Wie is een Jester? Dit is een carbonizare. Wat? Ja, leugens. Maar dan met stickers. Ja, dan met stickers. Ja, maar de stickers maken het verschil. Leugens. Jezus. Ja. Ook gewoon die hier is hij ook zo op. Bonesy, Kimpy Bonesy. Kimpy Bonesy Party. Oh, hey, Jezus. Don, wat doe ik? Don. Pak die gast even aan. Godverdomme. Pardon, ik volg de Don, hè. Ik volg de Don. En dus ik dacht, ja, ik volg de grootste YouTuber. En dan uiteindelijk... Nee. Ja, gaat een compleet fout. Wow. Ja. Hey, Ronald, ik ga even achter je aan. Ja, laat maar. Ik zit er nog op, jongens. Meen je? Ik heb een Chanky Ponty. Chanky Ponty Party. Lekker bezig. Jezus. Maar er komt ook gewoon geen Nederlands meer uit. Waarom heb ik niet mijn eigen woordenboenkie? Ja, ik vind dat je een woordenboenkie hebt, hoor. En dan staat er gewoon volop... Boenkie Party. En er staat en er staat maar één mop in. Dus er staat dan één mop, mompie in, weet je wel? Ja. En dat is gewoon... Ja, en dat is zeg maar... Oké, wil je de mop horen, Don? Ja. Waarom... Leven Chinezen in scholen? Of nee, dat is het. Maar waarom zou ze in scholen leven? Dat was hem niet eens. Nee, wat was het nou? Waarom leven vissen in scholen? Nee, dat was het niet. Wat is het nou? Dat was het wel. Nee, het was waarom zijn vissen zo slim? Oh, omdat ze leven in scholen. Nee. Jawel. Nee, dat is Tamponi. Hem niet. Tamponi. Godverdomme, hij snapt hem niet. Ik was toch niet bij die opname. Je had erbij moeten zijn. Ja, maar ik werd niet uitgenodigd. Ik weet niet, was dat op uitnodiging? Je negeert ons. Veel. Je bent er toch nooit. Nou, yeah. Hij is een drukke man. Oppassen. I don't care dat hij druk is. Maar nu is de tamponi grap uitleggen. Hij laat zijn vrienden vallen. Ja. Ja. Leg de tamponi even uit. Ja, maar dat kan nu niet meer. Waarom niet? Omdat Ronald. De grap al is gemaakt. Ja. Ja, ik kan toch niet een grap herhalen? Jezus. Nee, Jezus. Leg even tamponi party even uit. Oké, leg jij hem uit, Jer? Nee, want het was jouw grap eigenlijk en ik stal hem en toen werd hij wel grappig. Het draait allemaal om de delivery. Ja, precies. Maar laat maar. Oké, dus geen tamponi. Nee, zeg hem nou even. Oké, hoe noem je een ongestelde paard? Een tamponi, ja. Een tamponi, ik vond hem wel leuk, maar... Ja, en toen moest iedereen grinniken en toen zei ik zo van... Ja, maar waarom vond niemand mijn vissengrap leuk? Ja, maar jouw vissengrampie is er wel gewoon leuk. Dat ze leven in scholen? Ja, is gewoon leuk. Ik vond hem prachtig, hoor. Ik weet er nog eentje, alleen die kan alleen in het Engels. Nou, oké, doe maar een... We go international for this. Ik weet de grap niet meer. Ja, maar Jezus, maak me dan niet warm om dat grampie. Volgens mij, ja. Ik weet hem niet meer. Oké. Okay, het was iets met scales. Oh, nee! Met scales, oké. Jij bent toch waarschijnlijk al eerst. Dan vind ik wel dat jij straks even mag googlen. Leuk grampie. Nee, Jezus. Dan krijg je weer moppen.nl. Dan pak je weer de bovenste die al iedereen kent, weet je wel. Ja, over die blondine zeker. Jantje. Nee. Vergeet Jantje niet. Jantje en de blondine. Jantje ja, zag met zijn oma. Was met zijn oma. Dus hij liep zo over straat. Hij was zo aan het lopen. Met een linkervoet voor de rechter. En dan weer andersom. Dat is meestal hoe je vooruit loopt. Hm. En toen ineens, hè. Hij zag geld liggen. En toen zei zijn oma van, nee. Man, dat is van de grond. Dat is gewoon goor. Pijzen gewoon. Nou, we gaan maar verder.
Dus hij weer wat zien op de grond, hè. Zag hij gewoon weer wat, hè. Hij zag iets van een banani of zo. Een banaantie. Dus hij zette die ene voet voor de ander. En oma zei, nee, nee. Is vies. Alles op de grond is vies. En liep hij weer verder. Zo, okay. Ik ken hem. So, ik weet waar hij naartoe gaat. Ik en weet toen het uiteindelijk... omaatje. Omaatje viel. Hé, hey, Jannie. Help nou eens even opstaan. Nee, oma. Alles op de grond is vies. Vies. Doe me niet aan. Nee. Ik vond het wel een leuk grapje, hoor. Ja, was nou, wel ik heb wel hem ook grapje. Een beetje naar mijn eigen woordenboek gebracht. Ja, wanneer ga je het uitbrengen, man? Ik denk dat het woordenboek naam ook gewoon Kimpy Paarntje wordt. Word ik gevraagd bij RTL Late Night, maar je hebt een boek uitgebracht, staat bovenaan, bestseller. Waarom heet het Kimpy Paarntje? Ja, verklaar de naam wie is. Ja, weet ik niet. Waarom heb je al die woorden verdraaid? Wil je een eigen taal beginnen? Wat is dit? En dan zit ik daar met een mond vol tanden. Ik denk dat ik het gewoon afzeg gewoon. Ik ga daar gewoon niet heen. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Nee. Hij heeft 1000 euro op mij ingezet, hè. Ja. Ik heb 500 op Jerry gezet. Oh, omdat ik Rainsy Kinky ben. Rains Mainster. Ja, omdat hij gewoon weer een andere auto heeft. Dat stinkt, jong. Wat? Ik heb een Cabrio Nassarre. Die moest ik. Ja, nee. Jezus. Het is niet hetgene wat je moet hebben, daar je. Vroegen jullie om. Jullie vroegen om wij vroegen daar niet om. Een Zarn. En dat is hem volgens mij ook gewoon een geneens. Jawel, dit is een Carbionazarre. Nee. Volgens mij niet. Wel, dat staat zelfs achterop. Oké, ga eens wat langzamer, dan kan ik het lezen. Oké. Ja, oké, dat kijken, is... Dankjewel. Ja, sorry, hè. Sorry. Vroompie, vroom, vroom. Ja, jezus! Jezus, Jer! Hey, Kimpy Paarntje, Kimpy Paarntje. Wat is er met de Kimpies? Maar hoeveel zou dat woordenboek kosten? Nee, ik vraag me meer af hoeveel fucking bladzijden zal het bevatten. Want ik heb niet echt heel veel woorden of zo. Woordies. Je hebt wel de namnaard komt erin. Ja, maar, nee, maar het is Kimpy Paarntje geschreven door de namnaard. Ja, maar waarom noem ik het eigenlijk Kimpy Paarntje? Of gewoon... De woordenboek in plaats van het woordenboek. Ja, ja. Nee, het woordenboekie. Woordenboekie. Ja, die is perfect. Die is perfect. Ja, die moeten we doen. Ja. Het woordenboekie. Ja, het woordenboekie. Hey, maar ik wil wel dat je het gewoon naar RTL Late Night gaat. Hoor. Ik weet dat je het wil afzeggen. En waarom heb je dit gemaakt? Oké, wacht. We gaan hem eventjes een beetje... Oké, Don is Harold Humbertontan. Humberton. En jij moet mij eventjes interviewen, zeg maar, alsof... Oké, okay, ik zit daar ben dan, ik dan met mijn boek. Ik zit ik daar met jij bent tafelgast, ja. Jij bent Mark-Marie Huiberen. Oh nee, die zit altijd bij De Wereld Draait Door. Ja, die ben ik deze keer wel. Ja, oké, ja, is goed. Die zit er ook, die zit er toevallig gewoon. Oh, Humberto! Zo praat ik nee, toch nee, een jij, Jezus, Jezus! Jij bent helemaal niet aan bod! Oh, sorry! Hou je mond gewoon. Oké, we hebben hier de Namnaard aan tafel en de Namnaard heeft een nieuw boek uitgebracht genaamd Woordenboekie. Wat heb je daarover te vertellen? Ja, het is een nieuw boek. Ja, het is een boek voor, ik heb een beetje naar de loop van mijn professionele carrière op het internet heb ik een beetje een eigen taal ontworpen met mijn kijkers samen, dus bij deze, op zwart op wit. Zwarte wit en woordenboek. Kunnen geven. Maar meneer de Namnaard, wat was nou je uiteindelijk... Je hebt gewoon weer een stinkandere auto. Ja, maar ook echt hoor. Maar wat was nou je uiteindelijke motivatie om dit boekie te schrijven? Ja, mijn kijkers die willen een beetje up-to-date blijven. Die willen wel alles goed spellen, weet je wel. Dus... Oké. Ik weet niet wat hier gebeurde. Nou, vertel wat over de boek. De boek. Het is een mooi boek. Het bevat, ik weet nog niet hoeveel pagina's het bevat, maar... Je hebt gewoon lege papiertjes ingevuld, waar ze zelf gewoon woorden in kunnen schrijven. Je hebt gewoon handgeschreven op Web Warranty. Ja, maar dan moet ik eigenlijk het hele woordenboek doorgaan. En alles in het woordenboek moet ik veranderen. Ja. Ik wil dat je dat moet doen. Oh, dude, dat werk. Oké, maar... Zullen mensen dat kopen oprecht? Serieus? Ja, waarom niet? Gewoon als een soort echt flauw kerstcadeautje of zo.
What the fuck, hoe haalde ik dit niet? Oké, okay, maar... Omdat je de Let's Do This car hebt. Omdat het... Kadonti? Ja, Kadonti, maar hoe zou je... Ik ga het niet tot een tentoonstelling... Honti tonti ten tentoonstelling. Oké, die was wel on point. Honti tonti. Moet je dit halen? Ja, ik kan dit ook niet halen. Nee, dit is niet haalbaar. Hoezo niet? Pak die boost. Dit is zonder grappen niet te halen. Nee. Het is te halen. Ik heb hem ook in één keer gehaald. Ja, je hebt gewoon een totaal andere auto. Je zit ik heb de Comet. Je zit er volledig naast. Dat kan niet. Ik zei nog, neem die comment. Weet je wat, we gaan gewoon helemaal naar achteren, Jair, kom. Ja, maar hij heeft de comment. Wat? Ja, ik heb de comment. Hoe gaan we het halen? Ik heb er geen verklaring voor. Ja, maar Jezus. Jezus. Oké, kom maar op, Jair. Maar deze boost doet het ook. Nee, deze boost staat de verkeerde kant op. Wat? Welke boost? Oh, inderdaad. Maar ik heb het gehaald. Hé, hey, kijk, what zie je. What the fuck? Zal ik op je wachten, Jair? Ik wacht op je. Oké. Oké, lang wachten. Nee, ik wacht. Je moet helemaal naar achter rijden. Oké, dat doe ik. Oké, ik val ondertussen gewoon even van de baan af. Iets goed, hè? Ja, maakt toch niet uit. Wij komen toch want je laat terug. Ons toch in de steek. Maar deze boost staat gewoon de verkeerde kant op, gewoon. Ja, maar dat maakt toch niet uit, want een boost is een boost, toch? Nee, dat is als die de verkeerde kant op staat, dan word je niet geboost. Als je die kant op rijdt. Don, je moet wel met de haren mee. Don, zou je alsjeblieft kunnen wachten, want jij lukt het nog steeds niet. Ja, deze doet het niet! Maar waarom doet hij het niet? Hij doet echt niks zonder groepen. Nee, hij doet echt niks. Ja, maar dit wordt lastig, want dit is deze aanloop... deze aanloop is kort. Don, ja, maar... kom eens terug. Ja, ik kan toch niet terug? Er zitten toch jump beans in? Er zit twee laps. Ja, maar dit kan niet te doen. Dit nee, het is één lampie. Huh? Het kan niet. Dit is echt niet te doen, Don. Maar jij hebt het toch gehaald? Nee, we zijn nu bij de andere. Tweede. We zijn nu bij de tweede. Ja, maar dat moet gewoon in het momentum. Ja, maar Jezus. Ja, dan zijn wij fucked. Godver, ik was die speed aan het oppakken. Nee, schiet ze op, jongens. Ik ben aan het kijken. Ja, kijk. Ja, ik zie ook gewoon de Let's Do This car gewoon even zo'n vriend. Maar... Hier, kijk. Ja. Nee, het kan niet. What ik the haal fuck? Al langer na niet. Oh, nee! Hier, kijk, wacht, ik ga nu straight van het ja, rij gewoon eens recht. Rij van het einde. Ja. We zijn bepimpeld. Ja, kijk. Je haalt hem ook gewoon echt. Nee. Wat een dramatische val. Bij lange na haal je het niet. Kijk, hé man, alles goed. Ja, dit is zo retard. Kap het om. Oh, maar dit ziet er zo leuk uit. Kom nog een keer. Kan niet. Wat moeten wij doen? Dit is echt het tegenovergestelde van Campy Party. Ik reed gewoon... Ja, nee, dat heb je... Misschien moeten we het schuin doen of zo. Dat we via bovenaf naar beneden moeten... Ja, en Ronald heeft hem toch gehaald? Nee. Oh, wat? Het leek er echt op alsof je hem had. Ja, dat dacht ik ook. Ja, gezichtsbedrog. Nee! Dit is zo... Dat is een berg. Het is gezingi, gebedrongi. Lekker bedrongi. Nee, ik heb zie niet... ook gewoon dramatisch vallen elke keer. Het is niet genoeg speed. Oké, okay. Ik maak anders het range wel even af. Ja! Ga maar verder, joh. Maak hem af, alsjeblieft, want ik heb geen zin om hier te vast te zitten. Dan zitten we hier de hele avond nog. Alsjeblieft niet. Doe je er. Ik zal aan je denken, oké? Okay? Denk aan hem. Oh. Oh, mijn god. Oh! Maar heb ik hem? Ik heb hem! Ja, maar Jezus! Hoe kan dit nou Kom, weer? Nu kunnen we samen naar de finish, Jair! Al deze boosts doen het niet! Nee! Wat nee, maar even serieus! Wat? Doen geen boosts die werken niet. What the fuck is dit voor map, man? Het is gewoon een mampie. Het zou gewoon moeten werken. Alle boosts werken niet. Zijn er bijna, Jair. Not even kidding. De boosts zijn gewoon... Maar de boost... Hé? Maar de boost deed het bij mij gewoon wel. Dus nee, jij wilt nee, maar vind je het logisch dat je het dan niet haalde? Want de boost deed het inderdaad dan gewoon niet bij je. Nee. Komt gewoon door je Let's Do This autootje. Ik heb het gewoon gehaald zonder boostie. Oh jezus, hey. Ik ga snel. Hier heb ik geen boost nodig. En je krijgt hem wel. Pok. Tering. En ik val er je valt uit. Nee. Oh. Je hebt hem. Oké, dit gaan we mooi afsluiten, hè. En we naar links springen. Oh. Nee! Ja, dat is jammer. Hij viel eraf. Ik viel eraf, Jair. Wat? Jeff valt op zijn neus en ontploft. Kom op, Jair. 20 seconden, Jair. Maar die boosten doen, als ze boosten niet doen...
Nou, kijk, die boost doet het weer niet, zie je? Doe het voor het boontje. Ik doe het voor het Kimpy Party. Kimpy Party voor de promotie. Aan het einde van deze video mag jij het promoten. Koop nu Kimpy Kunkel.